hip hop. Hey, let's move! Hip hop, hip hop, hip hop, hip. It's bigger than hip hop. Thank you for none of us. Now bring hip hop back. Hip hop, they never felt this good. Rap is something you do, hip hop is something you live. So, after hip hop in your smooth, after hip hop in your smooth. Come on, yeah. Ladies and gentlemen, are you ready for this? DJ Ivory! Ik ben DJ Ivory, DJ Irie weer gaan boven. Braziliaan. En ik woon al lang in Nederland en turntable vanaf mijn 15e of zo. Ik ben nu 19. Nee shit, wacht, ik ben 29 man. Ja, de eerste keer dat ik eigenlijk een DJ, een Squash DJ zag, dat was in Heerenveen in Friesland, daar woon ik. En was in een coffeeshop en ik zag een gozer daar, die had zijn draaitafels neergezet. En die begon te scratchen en zo. Ja, dat was volgens mij echt het mooiste wat ik ooit had gezien eigenlijk. En in 1998 of zoiets, dacht ik van oké, maar ik ga dit serieus doen, weet je, ik wil echt gaan battlen en shit. Toen ging ik voor het eerst naar Turntablelized en daar zag ik, ja, DNS en Kipski en Rocket. Kijk, en ik was de doopste gast in Heerenveen, hè, snap je? Dus toen schrok ik echt wat dik, gewoon. Dat was het moment dat ik echt dacht van shit, als je wil gaan turntablen, kun je beter echt gaan practicen. En nou, dat heb ik ook gedaan, weet je, echt jarenlang gewoon. Weet je, niet naar school, niet werken, gewoon niks. Alleen maar DJ en dat was het enige. Weet je, mijn leven was gewoon één grote backspin. Ik wilde gewoon leren, weet je, juggelen en whatnot. En ja, op een gegeven moment begon ik te winnen en shit, dus dat was wel nice. 2002 won ik voor het eerst. Maar in de finale nog tegen DNS. Daar heb ik wel goede herinneringen aan. Hij misschien iets minder, weet je, maar sorry. Zo gaat dat. Weet je, we hebben allemaal wel eens verloren toch. En mijn persoonlijke hoogtepunt was toen ik tweede werd op de World Supremacy in Londen. Ja, ik weet je wat, dat was het hoogste wat ik bereikt had. Ik denk als ik misschien mijn hoofd er beter bij had, dat is toch een enge situatie daar in de finale staan. Dus ik een beetje uit balans eigenlijk. Misschien had ik zelfs kunnen winnen, maar ja, dat weet je niet. Dus ja, dat was mijn ding. En vorig jaar deed ik per ongeluk ook mee, 2008. Dacht ik voor de fucking kut schrijven ik niet. En toen won ik ook. Dat was minder, weet je. Dus ja, toen ben ik ook naar de WK gegaan en daar heb ik even kijken, in de kwartfinale of zo lag ik eruit bij de laatste 8. Dit is op zich niet verkeerd, maar ik was liever gewoon zeg maar tweede geworden. Ladies and gentlemen, are you ready for this? Gaat hij daarna voor je? Oh ja. It's your boy DJ Ivory. Check my juggle. It's the bomb, yo.
doe kaarttricks, dus als je me wil boeken. Vooral met video scratchen eigenlijk, dat is zeg maar, ja, een soort eigenlijk nieuw ding. Je kan gewoon beelden bewerken met je draaitafel. En daar ben ik echt afgelopen jaar of zo ben ik echt lyrisch over, weet je. Dat is voor mij echt een, voor mij, weet je, vindt het best als de next new thing. Het gebeurt niet echt veel nog, dus er is heel veel open ruimte, je kan daar heel creatief in zijn. Dus daar ben ik vooral zeg maar aan het onderzoeken, kleine dingetjes aan het maken. Met in de vooruitzicht om uiteindelijk een grote show van te maken. Ja, voor de rest draai ik maandelijks met DJ Fris in Strikje Veters in Leeuwarden, 058. Dus als je daar een keer wilt checken, je bent in de buurt, ben je altijd welkom. Ja, ik doe nog een nieuwe theatervoorstelling met Ish, dat heet Loud. En we hebben net de première achter de rug en ja, het wordt goed ontvangen, zeg maar. En dat doe ik tot eind april, begin mei. Ja, that's it voor nu, man. En nog wat kleine dingetjes opnemen hier en daar. Maar shit weet ik niet allemaal nog. Hey! Loopy monkey, what?